We gave you a free upgrade to the junior suite apartment. Thank you. Jelmer, slapen is zonde. De wereld is mooi. Laten we de wereld nog mooier maken. Wakker worden. Ik slaap graag in een Hilton Hotel. Dat komt omdat ik vaak korte reizen maak. Nou ja, ik maak wel lange reizen, maar ik ben niet zo lang op één plek. En dan wil ik er graag van uitgaan dat een hotel gewoon prima is. En dat is bij het Hilton het geval. Of ik nou in Kaapstad, Bali, Hongkong ben, een Hilton Hotel is gewoon altijd prima. Ze hebben zelfs overal hetzelfde beddengoed. Je kunt het ook online kopen. Ik wil ook graag in het Hilton Hotel slapen, omdat ik daar een gold status heb. Met die gold status krijg je bijvoorbeeld upgrades op je kamer. Ik boekte een gewone kamer, maar kreeg een upgrade naar een... Wat zeiden ze nou? De junior suite apartment. Wat een slaapkamer is, met een klein woonkamertje en een bureautje. Maar hoe kom je nou aan die gold status? Ja, ik heb daar dus een heel klein trucje voor uitgehaald. Zo was er dus ooit een keer een actie voor medewerkers van Google. Wanneer zij 3 keer overnachten bij een Hilton Hotel in 3 maanden, kregen zij een gold status. Normaal kun je een gold status behalen als je 20 keer verblijft bij het Hilton of 40 nachten. Maar ja, je kunt natuurlijk ook gewoon 20 keer achter elkaar een nacht bij een verschillend Hilton Hotel. En dan heb je die status ook. Maar goed, ik had dus die actiepagina gevonden voor medewerkers van Google en ik vulde daar gewoon mijn eigen e-mailadres in. En dat werkte, want ja, er gaat natuurlijk niemand bij Hilton naar Google bellen om te vragen of er wel een Jelmer de Boer werkt. Ja, hallo met Hilton. Werkt er ook een Jelmer de Boer bij jullie? Nee? Toen ik net deed alsof ik bij Google werkte, was ik in Kaapstad. Ik verbleef ergens anders, maar er was een Hilton Hotel in de buurt. En ik heb daar gewoon 3 keer een nacht verbleven. En toen was ik opeens Gold member. Hilton heeft wel vaker aanbiedingen om wat sneller een Gold status te krijgen. En niet alleen voor Google medewerkers, ook wel voor gewone mensen. Dus ja, maak daar gewoon gebruik van. Want met Gold heb je een aantal voordelen. Zo krijg je dus bijna altijd, wanneer het mogelijk is, een upgrade naar een luxere kamer. En je spaart bij elk verblijf punten. En met die punten kun je weer een nieuw verblijf boeken. Je kunt trouwens ook punten bijkopen. Die zijn vaak in de aanbieding en dan zijn ze een halve dollarcent per stuk. Dus dan kun je 20.000 punten kopen voor $100. En op Hilton.com kun je altijd hotelkamers vergelijken, want het kost in geld en in punten. Dus als je een stapeltje punten hebt en een stapeltje geld, dan weet je eigenlijk altijd wat de beste keuze is. Soms is het dan een kamer veel goedkoper om met punten te betalen, omdat je de wisselkoers weet. Of soms is een kamer goedkoper met cash. Deze kamer was €39. Nou ja, niet deze kamer, want dit is een upgrade. Ik heb voor €39 per nacht dus een suite waar ik lekker kan slapen en kan werken en op 2 banken kan zitten. En gratis ontbijt. Ja, oké, maar wat heeft een gewoon mens dan aan dit verhaal? Nou ja, wat je kunt doen is mijn Telegram channel Thuisblijven is Duurder volgen. Link in de description. Of bijvoorbeeld je aanmelden voor de nieuwsbrief van Hilton. En wanneer ze een actie hebben om versneld gold te kunnen worden, zou ik daar maar wat snel gebruik van maken, zodat je een jaar lang upgrades krijgt. En gratis ontbijt. Oh ja, je moet trouwens even wat doen.